Björn Ronaldo, dacht je er even aan? Joh, daar heb ik nog mee gespeeld toen zijn afscheid kenbaar werd gemaakt deze week. Jawel. En als mensen vragen, maar wie heb je in voetbal, dan noem ik altijd toch wel als een van de eerste Ronaldo. Want dat was toch wel de koning, om het zo maar te zeggen. Die was... Is hij de beste waar je mee gespeeld hebt? Ja, ik denk het wel. Ja, want hij was toen nog heel jong toen ik met hem speelde. Hij was ook 19. Ik kwam net bij de selectie, toen hebben ze hem net gehaald. En hij was toen al zo verschrikkelijk goed. Al kan ik me wel herinneren, de allereerste training met de Aad de Mos nog. Toen had Ronaldo niet zo heel veel zin. En toen moest je voor straf na de training met Aad de Mos op het doel afwerken. En daar had natuurlijk niet zoveel zin, dus hij schoot alles een beetje naast en over. En ik weet nog dat ik met Tommy van Leegte langs de kant zat te kijken. En toen hadden ze 15 miljoen gulden voor hem betaald. Volgens mij dat wij tegen elkaar zeiden, nou 15 miljoen, ik weet niet of hij dat waard is. Maar dat was al heel snel duidelijk dat hij daar dubbel en dwars, daar hebben ze dubbel voor, of meer dan dubbel volgens mij voor teruggekregen. Ja, 35 miljoen gulden. Ja, precies. Ja. Dus... Ja, hij was echt heel goed. Ik heb veel op trainingen tegen hem gestaan, hè, want dan was het basis tegen reserves en ik zat meestal bij de reserves. En dan had ik een hele training heel weinig te doen, totdat hij dacht, nou, ik ga maar eens een doelpunt maken. En dan deed hij dat. Dan liep je erachteraan en dacht je, nou, ik hou hem nog aardig bij. Maar dan ging hij nog even een stukje harder in zijn sprint al, dat je er zo achteraan liep. En dat was echt een fenomeen. Ja, waar was hij goed in? Los van dat een spits moet doen waar hij goed in is, scoren. Ja, hij was een beetje zoals Romario ook had. Ze deden eigenlijk niet zo heel veel tijdens een wedstrijd. Dus qua meevoetbal had je er niet zo heel veel aan. Maar er waren jongens die gewoon in er eentje wedstrijd konden beslissen. En een bal oppakken en dan laat ze me dribbelen. En dan 9 van de 10 keer kwam er in ieder geval iets moois uit. En ook heel vaak nog een doelpunt. Hij heeft toen volgens mij ook in Duitsland voor de Europa Cup ook nog met Aad de Mos schoot hij er volgens mij ook meteen 3 in. Ik kan me ook nog iets herinneren dat hij een bal op het middenveld oppakte en daar ging hij. Dus dat was, er zijn wel, ik denk dat tegenwoordig steeds moeilijker is om dat soort jongens nog als PSV zijn te halen. Er wordt steeds jonger al gescout en hij was toen al een groot talent, zat ook al bij de Braziliaanse selectie geloof ik. Hè, dat ja, hij, 94. Ja. Was het buiten categorie al toen hij binnenkwam? Ja, wel. Ja, dat was wel meteen duidelijk. Waar zag je het dan? Waar was hij goed in? Wat waren zijn specifieke dingen? Hij was ook heel erg krachtig en snel. En hij had wat volgens mij alle grote spelers hebben. Zoals Cruijff had bijvoorbeeld en Romario ook. Die hadden een versnelling in de versnelling nog. Dus die lagen volop snelheid. En van daaruit konden ze dan nog eens. En daarnaast ook nog de kwaliteit om echt op de belangrijke momenten. Hij had weinig last van druk ook, tenminste zo oogde die. Het is niet, die heb ik nooit in de kleedkamer zien zitten dat ik dacht, nou, dat wordt hem niet vandaag. Meer als het niet spannend genoeg was eigenlijk. Zodra het echt grote wedstrijden werden, dan had hij er wel zin in. Ja, nou was ik een manneke van 8, 9 jaar. Ik ging wel eens hier naar de hertgang op de fiets om speciaal naar Ronaldo te kijken. Was het een genot om met hem samen op het veld te mogen staan? Ja, zeker. Wat ik net al zei, want het is... Als je als ploeg, en dan zie je nou bijvoorbeeld nu bij PSV, we hebben geen Ronaldo in de selectie. Maar, en ik weet ook het seizoen dat we met Niels en Van Nistelrooy, dat Bobby Robson trainer was. Dan hadden we ook een hele gemiddelde ploeg eigenlijk. En ook toen Ronaldo hier kwam, toen hadden we helemaal niet zo'n goede ploeg. Toen ging het allemaal heel moeizaam. Maar het is wel fijn als je weet, van, nou, als we in ieder geval met de nul houden, weet je wel, hij schiet er toch wel één in. Eén dus, moment. Ja, dat is heel fijn hoor, als je die jongens erbij hebt lopen. Dat je weet van, nou, als we het zo vasthouden, dan weet je, eigenlijk kun je op je vingers natellen dat hij wel een keer een bal binnenschiet nog. En vanuit het niks. En die gasten maken wel gewoon het verschil. Ja, wat voor een jongen was het buiten het veld? Hij moest de wereld nog ontdekken. Het was zijn eerste buitenlandse avontuur. Ja, maar ik vond het een heel leuke jochie. En hij was ook echt nog een... Weet je, soms zoals bij voetballers zie je dat ze 18 zijn en al zo volwassen overkomen. Dat vind ik altijd zo vermoeiend. Maar hij was ook echt nog zo'n beetje zo'n ventje van 19. En hij sprak al heel snel Nederlands, wat ook vrij uniek is voor een Zuid-Amerikaanse jongen. Die zijn er meestal wat trager in. Maar... ik vond het gewoon een makkelijke jongen. En volgens mij is zijn vertrek toen een beetje geforceerd ook door zijn zakenwaarnemers of zo. Dat was financieel. Uiteindelijk gaat het toch altijd om poen. Maar het was gewoon echt ik vond het echt, niet dat ik er buiten voetbal mee omging of zo, maar ik vond het echt een hartstikke goede manneke. Ging hij vaak stappen hier? Was het een typische Braziliaan wat dat betreft? Of? Ja, dat weet ik niet. Volgens mij hield hij wel van een stapje op zijn tijd, ja. En, maar wat ik al zeg, het is, je hebt...
In die tijd waren er wel meer hoor. Dat is de afgelopen jaar ook minder geworden. Maar toen ging bijna de hele selectie wel na een wedstrijd eventjes wat drinken. Ik sprak net met Piet de Visser. Die zegt, jongens, ik vroeg streep de rest van het team is weg tegenover Ronaldo. Dan ja, zei hij ook, van, er blijft er eigenlijk weinig over. Wat herinner jij je nog uit die tijd, los van Ronaldo? Wat was PSV zonder Ronaldo? Nou, in het eerste seizoen denk ik niet zoveel, want het is lang geleden, dus ik moet even goed nadenken. Maar de Mos was toen trainer, die werd volgens mij al na een paar weken al ontslagen. Toen is Rijfs gewoon, uiteindelijk hebben we nog wel de beker gewonnen. Is dat net het jaar erop geweest? Dit wordt een hoop knipwerk, denk ik. Ik weet het allemaal niet meer zo. We hebben internet van, Wikipedia. Nu hadden we daarna wel. Ja, hoe zat het toch allemaal weer? Maar ja, we hadden toen geen wereld, echt niet zo'n goede ploeg. En wat ik al zeg, dat zijn de jongens, en Niels hadden wij toen ook al. Maar vooral Ronaldo was nog meer een jongen die vanuit een actie, Luc die had vooral met zijn schoten en was hij belangrijk. Maar Ronaldo was echt, gewoon heel blij. En het is eigenlijk raar dat hij trouwens die bekerfinale dan niet speelde, zit ik me nou te bedenken. Want dat was het verhaal toch, of niet? Ik ga het opzoeken voor je. Ja, volgens mij heeft hij toen warm gelopen en hebben ze dat aangehaald, dat hij die bekerfinale even buiten de... Ja. Dat hij die bekerfinale niet speelde. En dat ze dat aanhalen van ben ik weg. Ja, ja. Okay. Dus goed, kan het mis hebben. Nou, hij ging weg, Barcelona. Ja, Barcelona. Hoe heb je hem daarna gevolgd? Want ja, het is een verhaal met twee kanten. Hè? Het ging ook wel eens de verkeerde kant op met hem. Ja, ik heb nooit het voetbal zo heel erg gevolgd. Ik heb bij Barcelona nog wel eens, zag ik weer een paar mooie doelpunten voorbij komen. Daarna is hij volgens mij weer naar Inter gegaan en toen kreeg je volgens mij een zware knieblessure. Ja. En daarna is het volgens mij, en dat is ook wat ik zo jammer aan vind van die jongen, dat hij nou, eigenlijk de laatste paar jaar heb je er niks meer van gehoord. Hij is nou weer in het nieuws omdat hij stopt. Maar, en als je een van zijn laatste foto's op de training ook ziet, dan denk ik ja. Dat vind ik dan zo zonde. Dan denk ik, ja, zo'n jongen die met zoveel kwaliteit, die had echt op een mooie manier afscheid moeten nemen eigenlijk. En nou is dat zo weggezakt, zo doodgebloed. En ja, en nou gooit hij de handdoek in de ring. Dat is zonde. Het is een verhaal met twee kanten. Hè? Sommige mensen zeggen, nou, hij staat in het rijtje met de grootste aller tijden. Ja. Aan welke kant sta jij? Ja, hij hoort zeker bij de grootste aller tijden, denk ik. En dat maakt het zo tragisch, vind ik. Dat zo iemand die zo goed kon voetballen, dat hij dan zo... Ja, zo. Er zit veel tragiek in. Ja, zo, op zo'n manier moet stoppen, dat is toch jammer. Dan had eigenlijk een prachtig laatste seizoen moeten zijn waar hij nog voor de nationale ploeg zou spelen en dan met de knallen eruit of zo. En het is nou, dat vind ik zo jammer. Maar dat zie je wel vaker bij grote spelers. En dat is ook de tragiek is ook dat er volgens mij door blessures is gekomen. Dat hij heeft zware knieën. Knieën die de ritsluitingen waren geworden. Ja, dan hou het gewoon op. En daar vind ik wel tragisch aan het verhaal, ja. Van de andere kant, je bent een muziekliefhebber, het is ergens ook wel rock'n'roll geweest. Ja, dat wel, maar dat is niet zo de mooie kant van het rock'n'roll, denk ik. Of van de rock'n'roll. Nee, ik vind het... Bij een travestiet in bed te eindigen en dat soort verhalen, die deden op een gegeven moment ook de ronde. Oh ja, dat klopt, ja. Ja, dat maakt het wel rock'n'roll, ja. Ja, ik vind het wel mooi als er wel wat leuke verhalen om spelers zijn. Maar het moet wel leuk blijven. En ik vind het vooral voor hem gewoon echt kloten dat hij door blessures, dat hij niet op een mooie manier heeft kunnen eindigen. Dat had hij wel verdiend, vind ik. Ook omdat ik hem dan een beetje ken en ik vond het ook echt een goeie ventje. Als het nou een grote lul was geweest, dan had ik het niet zo erg gevonden. Maar ik vind het nou toch wel eens kut voor hem eigenlijk. Ja, want concluderend, trots blijft ook voor jou dat je met hem in één team gespeeld hebt? Ja, het is altijd leuk als je met... het is gewoon echt leuk om mee te maken, om te zien hoe goed iemand kan zijn. Af en toe dacht ik ook al, god, dat lijkt me toch lekker. Eén wedstrijdje, als ik dat toch zou kunnen, alleen al zo hard rennen gewoon. Maar, en dan vond ik bij Van Nistelrooy ook leuk om te zien hoe die hier kwam en zich ontwikkelde. En om die gasten mee te maken, want was ook een hartstikke goede gast. En het leuke is dat je weet, van net zoals Ronaldo was ook maar gewoon een manneke die gewoon toevallig verschrikkelijk goed kon voetballen. Ik heb toen ook een keer meegemaakt dat hij later, was hij volgens mij aan de Barcelona, is hij toen nog een keer dat wij op stap waren of zo, dat hij toen nog ook mee is geweest. En dat er al niet meer voor hem te doen was. Dat er gewoon iedereen... Die hype. Ja, toen dacht ik al, succes jongen, want dat is gewoon moeilijk. Dat is volgens mij voor niemand, voor een enkeling die vindt dat leuk, maar ik had het gevoel dat Ronaldo daar ook echt niet op zat te wachten. Ja, zeker Brazilianen, die cultuur, ja. Kan wel eens lastig zijn dan. Hè?
Ja, 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 ik weet ook niet hoe die daar zelf tegenover stond, maar mij lijkt het in ieder geval heel vervelend.